Hallo, welkom. Fijn dat je kijkt naar deze film Tante Bets achter de schermen. Zo'n orgel is natuurlijk net een huis. Verschillende kamers, verschillende verdiepingen. En in dit filmpje gaan we alle kamers en verdiepingen langs. Om te beginnen, kom maar mee naar de bovenkamer. De longen van het orgel. Die zijn hier achter dit deurtje gesitueerd. Hier stonden vroeger dus de balgentrappers. Die kregen een seintje van de organist en dan moesten ze deze houten grote balken naar beneden trappen. Vervolgens gaat daar dan ergens deze balg omhoog en kan de organist spelen. In dit balgenhuis zijn wel 7 balgen, zoals je hier kunt zien. Dus waarschijnlijk zijn ze vroeger wel met z'n tweeën geweest. De stang die je hieronder ziet lopen en die hier naar boven gaat, is van de zweldeuren van het zwelwerk. Daar komen we straks nog wel. En wat leuk in deze kamer is, is dat er een soort wall of fame is. Hier, een van de vorige organisten, Feike Asma, heeft zijn handtekening er gezet. En zo nog vele meer beroemde en minder beroemde organisten. Wat ook leuk is om te zien, is dat die orgeltrappers zich kennelijk best wel verveelden tijdens de dienst. Of tijdens concerten. Want de hele muren, wanden, deuren zijn bekrast met namen en jaartallen. En daarbovenin zelfs één uit 1889. Toen werd er dus nog geen motor gebruikt. Die is veel later pas uitgevonden. En werd alles handmatig bediend. En ook nog een leuk detail in deze kamer is de oude gaslamp met aansluiting. Ik zal nu even de sleutel bij de speeltafel omdraaien. En dan kun je hier zien wat er gebeurt en hoe het orgel zijn longen volzuigt. Vanuit de balgenkamer kun je achter de speeltafel komen. Veel orgels zijn natuurlijk heel krap om dingen af te regelen, bij te regelen. Maar bij Tante Bets valt het best wel mee. Hier achter dit deurtje is zelfs een compleet werkplateau gemaakt om mooi registerbellen af te regelen, abstracten af te regelen, bij de koppel te kunnen komen. Gaan we nu kijken in het kleine orgeltje, hier wat het rugwerk heet. Het heet zo omdat de organist er met zijn rug naartoe zit. Eigenlijk is dit een compleet zelfstandig orgel, waarvan de registers hier zitten. En dat wordt bespeeld vanaf het onderste klavier. Dat kunnen we horen. Komt achter mij vandaan, dat is vanaf mijn rug. Dat is even zoeken welke sleutel het is. Het bijzondere aan dit kleine orgeltje is dat Bets ook moest bezuinigen en prachtig pijpwerk heeft gebruikt vanuit het vorige orgel wat hier in de kerk stond. Dat was van Schonaat en dat werd gebouwd in 1648. Daar zitten nog wat pijpen in. En die kun je heel makkelijk herkennen aan het rode kleurtje. Want vroeger soldeerde men niet met krijt, maar met ossenbloedrood. En dus die holpijp die je daar ziet, die is oud uit 1648. En dan hebben we hier nog een octaaf 2, waar ook wat rood te bespeuren is. En zo ook in de mixtuur zijn 3 koren ook nog van Schonaat. En het 4e koor is van Garrels. Wat ook mooi is om te zien hier in het rugwerk. Bets die bouwde eigenlijk zijn frontpijpen altijd te dun. Dus die stonden op een gegeven moment in te zakken. En Witte is in 1830
hier geweest en die heeft de frontpijpen vervangen. Dus die zijn niet meer origineel van Bets. En dat kun je, je kunt wel zien hoe Bets het bedoeld heeft, want hier zitten nog allemaal gaatjes in. Voor conducten, lode pijpjes die zorgen dat de wind daarheen gaat. Die zijn ongedaan gemaakt. Dus vroeger is het discant dubbel geweest, een dubbelkorige prestand geweest. En al die vlakken hier, die gaten die je ziet, dit is natuurlijk de stemkrul. Maar al die gaten die zijn overlengte. Dus dat is gewoon overbodige lengte, maar voor de sier moest de pijp wel zo lang zijn. Anders zou het er vanuit de kerk niet uitzien als die zo kort zou zijn. Dan gaan we via deze deur naar het hoofdwerk en het bovenwerk. Kom er maar mee. Ook weer voor het orgel een riante trapopgang. En hier staan we dan op de hoofdwerkverdieping. Daar moet bij gezegd worden dat het pedaal hier ook gesitueerd is. In het midden de C-kant en de C-kant van het hoofdwerk. En dan vervolgens aan deze kant de C-kant van het pedaal en helemaal aan de andere kant van het orgel de C-kant van het pedaal. En het bijzonder hier is dat het hoofdwerk nagenoeg helemaal van Bets is. De fagot is iets later door Bets erin gezet, er stond eerst een scherp. Maar nagenoeg alles hetzelfde kleurtje zou je kunnen zeggen. Daaraan kun je altijd zien hoe oud het pijpwerk is. Dus ook heel goed zien wat bijvoorbeeld nieuwer is. Daar zie je de grote bekers van de bazuin. De trompet 8 van het pedaal, de trompet 4 van het pedaal. En die houten pijpen zijn van de Bourdon 16 van het pedaal. En die houten pijpen hier vooraan, die zijn van de Bourdon 16 van het hoofdwerk. Vooraan zie je daar dan de cornet. Die staat niet opgebankt in dit orgel. Maar gewoon gelijkvloers. Bourdon 16, roerfluit 8, quintadeen 8, octaaf 4, nachthoorn 4, octaaf 2, quint 3 staat er nog tussen. En dan een hele wijde achter die mixtuur, een hele wijde fluit 2, woudfluit 2, de mixtuur, fagot, trompet, trompet 4. Ook op de hoofdwerkverdieping gesitueerd is de tremulant van het bovenwerk, omdat het kanaal van het bovenwerk hier loopt. Hier heb je ook allemaal windkanalen. Zo ook dit windkanaal is van het bovenwerk. En de tremulant zie je daar op het kanaal liggen. En als ik hem een beetje beweeg, gaat hij ook bewegen. Je zorgt er dus eigenlijk voor dat de wind kloppend de windlader van het bovenwerk ingaat. Wat je hier ook kan zien zijn natuurlijk de zweldeuren van het zwelwerk. De balk hebben we net al gezien in het balgenhuis. En raar hier misschien een beetje is dat de zweldeuren horizontaal gaan staan. En niet verticaal, zoals in de meeste orgels. En dan zijn we inmiddels aangekomen op de hoogste verdieping van het huis van Tante Bets. Bij het bovenwerk. Je kijkt hier regelrecht tegen de dakkrullen aan. En de versiering op het dak is nog mooier te zien. Alle koppen die daarin zijn verwerkt. Hier is het bovenwerk, het oude bovenwerk van Bets. Met als eerste de schitterende Voxhumana. En in combinatie met tremulant wordt hij hier wel heel vaak de geit genoemd. Oude Voxhumana van Bets. Oude Schalmei van Bets. Daarachter staat een fluit 2. Dat is eigenlijk een roerfluit 2. Hele kleine pijpjes. De fluit 4. En dan een nieuwe Nazar. En dat kun je misschien wel zien. Die hebben ze geprobeerd. En dat is wonderwel gelukt. Aansluiting te zoeken. Bij de oude baarpijp. Het enige wat ze niet overeen hebben is dat de baarpijp baardjes heeft. Qua klank redelijk dezelfde intensiteit zou ik zo zeggen. Vooraan staat dan de prestand 8. En
hier tussenin nog de snuivende Quintadeen 8 van het bovenwerk. Die heeft weer een apart baardje met een onderstukje eraan. Ook leuk om te zien is dat de prestand 16 van het pedaal zo ongelooflijk veel lengte nodig heeft. Dat die grote kachelpijpen hier vooraan, die drie stuks, dat die bijna, die beginnen dus helemaal beneden en dat die bijna het dak raken in het midden. En ze zijn van zink, want zink houdt beter, dat zakt niet in. En de bazuin die je hiernaast weer kunt zien, daar, de Groot C, steekt zelfs door het dak heen. Die komt hier bovenuit, dus als die toon ingedrukt wordt, kun je hier maar beter weg zijn. Wat ook leuk is om te zien, hier zijn de beelden. Dit sierwerk en daarbovenop koning David en twee engeltjes. Die beste koning David is van achter dus hol en de engeltjes ook. En dat is gedaan tegen houtkrimping. En het scheelt natuurlijk enorm veel gewicht als je daar een stuk uithaalt om dat helemaal naar boven te takelen vroeger. Nu zit ik dus eigenlijk op een plank tussen hoofdwerk en bovenwerk in. En de mechaniek, de abstracten van het bovenwerk, lopen hier. Die steken even over om achter op de windlader uit te komen. Dat is altijd beter als je grotere tongwerken hebt, om de ventielen onder het tongwerk te doen. Die verbruiken het meest wind. En wat ze met de laatste restauratie van 2007 heel goed hebben gedaan, het zwelwerk, aangesloten op hetzelfde klavier als het bovenwerk, was eerst pneumatisch. Dus er liepen allemaal buisjes van het klavier door de zwelramen heen naar het zwelwerk. Dat hebben ze elektrisch gemaakt en ondervangen door een soort chipje te monteren naast het abstract van het bovenwerk. Dat kun je hier zien. Hier zit een printplaatje en die schuift langs een oogje. En eigenlijk maakt hij dan elektrisch contact en geeft een stroomseintje naar het zwelwerk toe. Als het goed is, gaat er ook een rood lampje branden ergens. En wat natuurlijk heel fijn is, is dat dit op zijn kop gemonteerd is, zodat al het stof wat hier valt, gewoon lekker valt en niet de printplaat aantast. Inmiddels zijn we op de hoogte van het hoofdwerk, alleen dan in de torentrap. En hier is het zwelwerk gesitueerd. Dan gaan we nu een kijkje nemen. Deur 1. Deur 2. Om zo optimaal mogelijk het geluid binnen deze kamer te houden. En je ziet het gelijk. Een andere wereld. Daar staan de registers. In het zwelwerk van het pedaal. Dat is de eerste violoncel 8. Die zinken die je daar ziet en daarachter staan twee rijtjes houten pijpen. Die zijn van de subbas en de boedel van het pedaal. Dan hier vooraan staat de fluit 2. Dan de dolce. Andere strijkers, viola di gamba, de celeste, de holpijp en de fluitharmoniek. Die is dus 4 voet, maar heeft wel de lengte van een 8 voet. Maar het is 4 voet omdat er een klein gaatje in zit. Even zoeken, hier zit het gaatje en daardoor klinkt hij overblazend. En dan. Vervolgens staat daar de octaaf 4, de oude octaaf 4, die stond vroeger op het bovenwerk, tezamen met de scherp. En die is er met de restauratie van 2007 afgegooid. Maar die ligt wel in het zwelwerk, alleen daarachter in een doos. En nieuw erbij gebouwd in 2007. Is de hobo instel. Die had Flentrop nog liggen. Is ook ongeveer uit 1921, net als de rest van het zwelwerk. En daar zie je dus weer de zweldeuren horizontaal. En daar zou je in het hoofdwerk zijn.
Nog interessant, hier is het schakelbord. Waar we net waren in het bovenwerk. Waar de elektrische stootjes worden gegeven naar het zwelwerk toe. Middels het printplaatje. We komen hier uit en hier is dan weer de verbinding naar de pijpjes toe. Wat fijn dat u heeft gekeken naar dit filmpje. Deze korte introductie over de ins en outs van Tante Bets. Natuurlijk is hier altijd veel meer te zien en te beleven. Veel meer kleuren te ontdekken in de registercombinaties. Maar mocht u een keer zelf een rondleiding willen door het orgel, kan dat natuurlijk ook altijd. En ook vanzelfsprekend van harte welkom op de vele concerten die hier worden gegeven. Graag tot ziens!